Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En ja, je ziet het dus goed in de titel staan. Ik ga vandaag dus reageren op mijn brugklasaflevering. Ik heb namelijk een keer een kleine rol gespeeld in brugklas. Ja, ik vind het echt onwijs leuk om te acteren. Ik zit ook al, denk ik, iets van 6 jaar bij een toneelvereniging hier bij ons in de buurt. Echt, vind ik heel erg leuk om te doen. En toen kwam er ooit een oproep langs van auditie voor brugklas. Dus toen zei iemand tegen mij, ja, dat moet je gewoon doen. Toen ben ik samen met Mila naar die audities gegaan. En ja, een hele lange tijd hadden we er niks meer van gehoord. En toen ineens werd ik in oktober 2016 gebeld van, hoi, wil jij een kleine bijrol spelen? Dus ik dacht, nou ja, tuurlijk, leuk, weet je wel, leuke ervaring. Dus dat ging ik doen. En het werd precies opgenomen 1 dag na mijn verjaardag, na mijn 16e verjaardag. En ik dacht, ik vertel het nog niet aan heel veel mensen, want dan verwachten mensen zoveel. En ik wist zelf niet zo goed wat ik moest verwachten. Wat dus heel grappig was. Nou, ik vond op dat moment vond ik het niet zo leuk. Op mijn verjaardag, toen waren er nog allemaal mensen die het niet wisten. En wat deed Mila? Die stond op. Jongens, Mandy heeft morgen opnames voor brugklas. Dus ik zat er echt zo, oh nee. Nee, waarom weet iedereen dit nu? Maar goed. Ik ga even mijn ervaring vertellen. Grappige dingetjes. En de aflevering terugkijken. In het kort, waar ging de aflevering over? De aflevering werd uitgezonden op 29 maart 2017. En het heette Stiekem Gefilmd. Je had dus een meisje Amanda, dat was ik. En die leek gewoon heel erg aardig. En je had een meisje Lenne. En je had natuurlijk nog de normale cast. En die dachten dat het leuk zou zijn als ze stiekem mensen zouden gaan filmen. Dan krijg je grappige beelden voor het Kwak TV. Dat was zeg maar een soort het YouTube kanaal van Brugklas. Nou, hartstikke leuk dachten ze. Maar wat ze toen dus stiekem vastlegden was dat Amanda haar telefoon werd gestolen door Lenne. Tenminste, dat dachten ze. Want dat was nou eigenlijk het verhaal in het kort. Dat Amanda dus de telefoon veel eerder al van Lenne had gestolen. Maar Lenne die pakte hem weer terug. Nou ja, en daar zit dan een heel verhaal omheen. Dat was het eigenlijk in het kort. We gaan maar gewoon beginnen met kijken. Oké, hier komt dus de aflevering in beeld. Ik kijk hier recht voor me, want hier staat mijn computer. En dan gaan we kijken of we mezelf eventjes kunnen uitlachen. Mijn rol was niet groter, maar alsnog is het wel heel erg grappig om te zien en al die herinneringen. Oh ja, de spiegel. Ja, ja, daar ging het dus om. De doorkijkspiegel. Ziet er goed uit, gozer. Bij het raam stond er een doorkijkspiegel. Echt fantastisch. Al helemaal als mensen erin kijken en niet eens weten dat jij meekijkt. De redactie van Kwak TV is vandaag undercover. Voor een opdracht van mevrouw Steenkamp moeten ze leraren en leerlingen buiten de lessen om filmen op school. Lijkt me echt balen als ik mijn make-up aan het doen ben en dat ik dan later achterkom dat alles gefilmd is. Dat snap ik. Echt verschut. Amanda! Ik pak jou nog wel! Ik ken Lenne wel. Ze is echt sterk volgens mij. Als zij met Amanda gaat vechten, dan weet ik wel wie er wint. Wat was dat? Ik weet dus even niet zo goed wat ik moet zeggen, want ik weet gewoon nog ook heel erg goed. Dat zat een soort van camera voor op die spiegel. Alleen die camera, die bleef niet hangen of zo. Dus toen hebben ze uiteindelijk een iPhone erop geplakt. Maar het was heel ongemakkelijk. Want iedereen stond een soort van gewoon van achter stiekem toe te kijken. Dan moest je gewoon een beetje zo gaan kijken. En die spiegel aan mijn hoofd was zo dichtbij. En ik weet nog na die dag. Ik moest gewoon echt iets van een half jaar wachten voordat ik op tv kwam. En ik dacht, oh, ik zit echt zo dicht bij die camera. En dan gaat iedereen dat zien. Zie je zo'n dikke close-up van mijn hoofd. Maar uiteindelijk, ja, het viel op zich nog mee. En dan zie je mij even lekker lomp wegrennen. Amanda heet het loopt te pesten. Ja, dat denk ik dus ook. Denk ik vind het wel een vet onderwerp. Laten we Lenne volgen en kijken wat er gebeurt. Wow, zo wordt het echt een reportage. Undercover met Bo. Ik vind het best wel zielig voor die Amanda. Als ze echt door haar wordt gepest. Ja, moeten we dit iets doen? Ja, we weten nog niet precies wat er is. We moeten eerst kijken wat er gebeurt zo. Zullen we dan vast de kleine camera ophangen? Nee joh, daar hebben we al geen tijd voor. Oh ja, nu gaan ze dus naar buiten en dan gaan ze een soort van stiekem camera's. Hadden we eigenlijk niet eerst een van de leraren moeten inlichten? Dan kom nee, ik weer. Dat is toch wel een beetje raar, want dan gebeurt echt helemaal niks. Dan kunnen we net zo goed nu naar huis gaan. Ik hoorde Lenne tegen een ander meisje zeggen dat ze Amanda zo gaat pakken bij een fiets. Omdat daar bijna niemand is. Oké, ik ga het filmen, ja? Waarom moet hier eerst iets gebeuren? Spanning. Ze gaan echt vechten. Ja, ik kan toch maar beter Steenkamp in de buurt zijn? Of de jong.
Daar kom ik. Ik loop er. Denk ik, ja. Hey, goeie! Hij was! Zeg eens doen. Mijn vechtskills. Vechtskills. Die Lena werd helemaal lap. Dit waren dus ook gewoon echt mijn echte schoolspullen, weet je wel. Want ze zeiden gewoon, ja, neem gewoon je echte tas mee, want schoolspullen erin. Dus al mijn schoolspullen werden gewoon echt hard op de grond gegooid. Ik dacht echt van, als straks alles kapot is of zo, die boeken. Maar dat gebeurde niet. En gelukkig hoefde ik natuurlijk niet mijn echte telefoon te gebruiken. Want als die op de grond valt, dan zitten er straks allemaal barsten in. Ze hadden zo'n neppe, in elkaar plaktelefoon, wat ze altijd gebruiken voor tv, blijkbaar. Hey, was! Je hoorde ook rechts mijn hoogstem. Want als ik ga gillen, dan gaat het wel. Oké, ik kan wel goed gillen, dus. Was wel even leuk om te doen. Was wel heel grappig. Je moet echt iets doen. Hey, wacht, maak nog heel even. Die Lena werd helemaal lap. Dat was echt zo erg. Nou, en vooral dat we alleen maar aan het kijken waren. Ja, heftig wel. Die dan me gewoon moeten helpen. Ik denk echt dat we iets hadden moeten doen. Dat hebben we toch gedaan? We hebben het vastgelegd. Dit is keihard bewijsband voor jou. Oh, dan loop ik weg hoor. Gaan we zien. En ik ga fietsen, dat was het. Nou, lekker dan. Die Lena is wel een beetje een rare. En niet zeker een rare. Zo, gewoon mijn spullen stelen. Niets te doen. Nou ja, verder kom ik er volgens mij dus niet meer in terug. Het was echt dus zeg maar echt zo'n minuscule. Maar het was wel heel erg grappig, want er waren nog wel meer dingen opgenomen. Dat ik aan het begin langs hun liep en dat ik met hun ging praten. Maar dat hebben ze blijkbaar niet uitgezonden. Was niet bijzonder genoeg, helaas. Maar ja, dit was mijn seconde of fame. Maar het was wel gewoon echt een hele gezellige dag hoor. Met ook het meisje die Lennon speelde, Kim dus. En natuurlijk alle andere figuranten. Het was wel gewoon een keertje leuk om mee te maken hoe dat er allemaal aan toe gaat. Toen moest ik dus nog gewoon een half jaar wachten voordat het werd uitgezonden. Eigenlijk was het natuurlijk al eerst weer een beetje vergeten. En toen, een paar dagen voor die datum, dacht ik wel echt, shit, ja, dus gaan allemaal mensen dat zien. Sta ik er heel stom op of zo. Maar ik heb echt dus best nogal veel reacties gekregen onder mijn video's. Van, Manny, was jij dat in brugklas? Terwijl ik echt maar echt 2 seconden in beeld was en nog niet eens... Ja, oké, ik was wel echt een dikke close-up, dus je herkende me wel. Maar ook gewoon mensen in mijn omgeving van... Herman, was jij dat? Waarvan ik echt dacht, hey, maar jij kijkt dat toch helemaal niet? Laat even weten als jij deze aflevering toevallig ooit hebt gezien. En als je hem nog een keertje helemaal wil kijken, dan zal ik hem wel even in de beschrijving zetten. Ja, wie weet in de toekomst dat ik nog ergens anders verschijn. Ik weet niet. Ik vind acteren gewoon wel heel erg leuk om te doen. Maar ik weet niet of ik getalenteerd genoeg ben. Goed verhaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En ik zou voor nu zeggen, dank voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei. Doe even een duimpje omhoog voor mijn vechtskills.